De afgelopen weken werd er al hard gewerkt aan het ijs dat dikker en dikker wordt. IJsbaanmeester Ben van Hagen, die zelf jarenlang als trainer op de Uithof actief was, legt na 45 jaar nog altijd zelf de lijnen in het ijs. Nou, dit is dus de soort crêpepapier. En dat maak ik een beetje nat in het begin. En dan leg ik het neer. Dan druk ik het aan en moet het even vastvriezen. Dit is de Uithof en dat is de enige 400 meter baan in Zuid-Holland. Dit is historische grond, want vele Zuid-Hollandse schaatsers hebben hier furoren gemaakt en zijn aan de top van het schaatsen gekomen in de laatste decennia. Ik was hier gewestelijk trainer en toen al heb ik meegeholpen om die baan op te bouwen. Vroeger had je nog geen lijnen, dat was niet nodig, maar je moest wel puntjes zetten en dat zo, waar de blokjes kwamen voor de wedstrijden. En 45 jaar geleden is het allemaal begonnen. En ik heb niet ieder jaar meegedraaid, alleen mijn militaire dienst niet. En de rest denk ik dat ik zeker 40 jaar heb ik dit soort werk gedaan. Toen werkte ik nog gewoon, toen was ik gewestelijk trainer. En dan deed ik dat s'avonds en s'nachts waren we hier bezig met een groepje vrijwilligers. Plus de ijsmeesters. En dan gaan we het uitrollen. Zo naar de overkant. Vanaf half september zijn we bezig. Dan gaan we eerst alles schoonmaken. Als we dat gedaan hebben, dan gaan we alles nalopen en dan gaan we die kleine boarding neerzetten. En de grote boarding, dan ga ik controleren of rubbermatten onder de boarding goed liggen. Of de punten nog goed op het ijs staan. Dus die heb ik allemaal nagelopen voor de rechteinde, want vroeger zat er een beetje een bochtje in, maar nu is dat ook perfect. Eerst wordt die baan koud gedraaid, zoals ze dat noemen. Dan gaan we heel langzaam naar min 16 toe, geloof ik. Dan gaan we er water op brengen. En dat deden we vroeger met spuiten. En nu doen we dat gewoon met de ijsmachines. Want dan hebben ze nu iets dat het water over de hele machine eruit druppelt. Maar dan gaan ze langzaam over die baan en bouwen ze tot 1 tot 1,5 centimeter op. Dan ga ik lijnen leggen voor de wedstrijden. De wedstrijden die hebben we nodig voor, nou ja, voor die wedstrijden die hier gehouden door de toppers die hier wel eens rijden. Zo, dan plak ik hem hier vast. Ik had een groep van 70 mensen, mannen en vrouwen, heb ik dus hier getraind, waarvan een heleboel echt het hoogste niveau van Nederland gehaald hebben. Die zelfs wereldkampioen geworden zijn. Ik heb gewoon het geluk gehad dat ik er hele goede had. Ik had een keer bij de afstandskampioenschappen in Heerenveen, had ik 8 mensen op de 1500 meter bij de eerste 10. Daar zijn namen bij die je ken. Ben van den Burg. Wijnand Kooijman, dat is de broer van Jan Kooijman. Bart Veldkamp, Ria Visser. Was bij de dames natuurlijk heel goed. Zelfs mijn vrouw, die reed hier mee met Nederlandse kampioenschappen. Ellie Boelsma heette ze toen. En vele anderen. Vroeger gingen ze dan naar de kernploegen toe. Tegenwoordig zijn daar die merkenploegen voor gekomen. Met Jack Ory, onder andere als trainer van Sven Kramer. Die heb ik ook getraind, Jack Ory. Nou ligt hij. En dan gaan we water eroverheen doen. Ik ben er heel nauw bij betrokken. Dat zit er van het begin af aan in. Ik vond dat leuk. Vroeger toen zaten we hier, was die baan nog open. En dan hadden ze mensen, vrijwilligers nodig om die ijslaag te leggen met de spuit. En dan had je soms wel eens in begin november begonnen we dan. Want tegenwoordig doen ze een maand eerder al. Maar dan was het soms herfststorm. En nou, dan duurde het wel een week voordat we die baan op orde hadden. En dan vriest hij mooi vast.
zo. Dit is een verschrikkelijke klus. Het is van het jaar heel erg goed gegaan. Het is heel voorspoedig gegaan. Dat kan je zien. Het ijs ziet er geweldig uit. Ja, officieel moet deze lijn er ook liggen. Omdat er zijn internationaal wel bredere banen. Dus dat is om de breedte van de baan te markeren. Wij zijn heel afhankelijk van het weer. Als het echt van dat herfstweer is, je hebt redelijk ijs dan, maar je kan nooit goed ijs hebben. Zoals het nu is, zouden we het hele jaar willen hebben, want dan hebben we hier een perfecte vloer. Want wij hebben hier wedstrijden en er worden soms Nederlandse records gereden. Nou, en dat zijn allemaal mensen die ooit al eens in Heerenveen of zelfs in Calgary enzovoort gereden hebben. En dan worden er hier toch nog kampioenschappenrecords gereden. Dat komt door het goede ijs. De 400 meter schaatsbaan op de Uithof is weer geopend voor publiek vanaf komend weekend. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Uithof Den Haag.